Lieve kidsclub kinderen, voor jullie een verhaaltje van Sinterklaas. Het verhaal heet Alles door elkaar. De Sint en zijn Pieten zijn vanavond heel druk geweest. Ze zijn al bij 100 kinderen langs geweest om ze de pakjes te brengen. Daar moet het zijn, zegt Sinterklaas. Hij loopt samen met de oudste inpakpiet door straat. Poeh, gelukkig, zucht Piet, want deze zak is wel heel erg zwaar. Eindelijk staan ze voor het huis van Lisa. Nou, Piet, zegt de Sint, leg de pakjes maar bij de schoenen. Piet zoekt in zijn zakken naar zijn bril, maar hij kan hem niet vinden. Oh, zucht Sint, ben je je bril vergeten? Nu kun je niet eens op de pakjes lezen voor wie de pakjes zijn. Nou, dan moet ik het zelf maar even doen. De Sint voelt in zijn zakken van zijn mantel. Maar ook hij kan zijn bril niet vinden. Er zit alleen een rammelaar in een van zijn zakken. Wat vreemd, denkt hij. Zeg Piet, ik heb hier een rammelaar, maar ook mijn bril, die is er niet. Inpak Piet, wat heb jij gedaan? Heb jij soms onze brillen ingepakt in plaats van deze rammelaar? Piet schrikt zich een hoedje. O jee, denkt hij, de Sint kon wel eens gelijk hebben. Hoe moet dat nou? Piet, hoe zit het met die andere pakjes? Ben je de bril de hele avond al kwijt? Ja, Sinterklaas. Ik durfde het niet te vertellen, maar ik ben mijn bril vergeten. Oh nee, roept de Sint. Dan is de kans groot dat er morgen een heleboel kinderen zijn die een verkeerd pakketje krijgen. Het is maar goed dat wij de huizen van de kinderen goed kennen. Dus de pakjes zullen wel in goede huis zijn. Maar ik ben bang in de verkeerde schoen. En er zal één kind zijn die onze brillen krijgt. Laten we eens even goed nadenken. Voor wie was deze rammelaar bedoeld? Maar Sint en Inpakpiet komen er niet uit. Het waren ook zoveel adressen waar ze zijn geweest. En nu ze de brillen niet hebben, kunnen ze het ook niet nalezen in het grote boek. Hé, wat is er met jullie? Horen ze ineens achter zich. Als ze zich omdraaien, zien ze Leespiet staan. Oh, wat ben ik blij dat je hier bent, Leespiet, zegt de Sint. Inpakpiet heeft onze brillen ingepakt, in plaats van deze rammelaar. Nu kun jij mooi even in mijn grote boek lezen voor wie deze rammelaar moet zijn. Dan kunnen wij nog snel onze brillen ophalen en de rammelaar in de schoenen van de kind leggen. Natuurlijk kan ik dat. Geef het boek maar eens hier. En Leespiet zoekt de naam van het kind die de rammelaar zou krijgen. Ze moeten helemaal weer terug naar het allereerste huis waar ze vandaag begonnen zijn. Ze moeten naar het huis van Bjorn. Die heeft namelijk nog een heel klein broertje, Victor. En voor hem is die rammelaar. Oh nee hè, zucht Inpakpiet. Moet ik nou weer die zware zak meenemen? Nee, lacht Leespiet. Geef maar hier die pakjes. Die doe ik wel even bij Lisa in het huis en in de schoenen. Geef maar hier. Even later komt Leespiet alweer terug en zijn de pakjes bij het huis van Lisa in de juiste schoenen gekomen. En samen lopen ze terug naar het huis van Bjorn. Ook nu weer gaat Leespiet naar binnen om het pakje met de brillen om te ruilen voor de rammelaar. Gelukkig hebben de Pieten altijd plakband bij zich, zodat ze de brillen uitgepakt kunnen worden. Leespiet pakt snel de rammelaar en plakt het pakje weer dicht en legt het in het schoentje van de kleine Victor. Zo, nu is het tenminste nog goed gekomen. We zullen er de volgende morgen heel veel kinderen zijn die hun pakje in andere schoenen zullen vinden, maar dat maakt niet uit. Want de kinderen zullen heel blij zijn dat de Sint en Piet toch zijn langs geweest. Hé, wie klopt daar? Heeft iedereen zijn zak met cadeautjes? Vroeg de hoofdpiet ongeduldig. In de hal van het grote Pietenhuis stonden alle pieten die de nacht de daken op moesten om de schoentjes van de kinderen weer te vullen met lekkere kleine pakjes. De grotere pakjes waren immers voor pakjesavond. Ja, hoorde hij iedereen in de koor roepen. Goed zo. En heeft iedereen vanmiddag nog zijn klimcapriolen geoefend? Het kan vanavond gaan sneeuwen en dan wordt het glad. Gisteren zijn er ook al 3 pieten gevallen. Ik kan niet nog meer ongelukken gebruiken. De hoofdpiet klonk een beetje streng en bezorgd tegelijk. Ja, hoorde hij. En Pietje zei niets. Hij staarde naar de grond. Het was koekenbakkerpiet en hij stond met het zweet in zijn handen. Zijn zak gleed er bijna uit. Liever stond hij in de keuken om pepernoten en speculaas te bakken. Maar hij moest invallen. Hoofdpiet had gezegd, lieve koekjes bakken we even niet. Ik heb 3 pieten met verstuikte enkels. Onmogelijk dat zij het dak op kunnen. Kom op. En nu stond hij hier tussen allemaal enthousiaste pieten.
Hij hoopte maar dat hij klaar zou zijn voordat het ging sneeuwen. Anders was hij misschien wel nummer 4 met het verstuikte enkel en dan zou de huispiet pepernoten gaan bakken. Nou, dat leek hem het slechtste plan van allemaal. Geen kind zou ooit pepernoten meer eten. Door deze gedachte moest hij even glimlachen en dat zag de hoofdpiet. Goed zo, koekenbakker Piet. Fijn dat je lol ervan inziet. Nou, huppakee allemaal, het dak op. Maar, probeerde de koekenbakker Piet. Ja, het is al goed, riep de hoofdpiet. En hij gaf koekenbakker Piet een klap op zijn schouder, waardoor hij bijna voorovertuimelde. Even later stond de koekenbakker Piet in zijn eentje in het donker omhoog te staren. Voor zich zag hij een enorm hoog huis. Helemaal in het bovenste puntje zag hij nog net het maanlicht, de schoorsteen. Hij slikte en probeerde zich de lessen van de pietengym van vanmiddag te herinneren. Toen ook nog een grote hoeveelheid wolken voor de maan schoof, zakte de moed hem helemaal in de schoenen. Hij dacht aan zijn van huis in de warme keuken en de heerlijke geuren die hij nu zou ruiken als de suffe pieten niet zo stom waren geweest om uit te glijden. Goed, wat was stap 1? Dicht hij. Oh ja, vindt een veilige plek om te klimmen. Hij liep om het huis heen en vond het uiteindelijk een regenpijp. Hij trok eraan en duwde er tegen. Dat leek hem een stevige pijp. Oké, dacht hij. Stap 2 was dat je zeker moest weten dat je het uitzicht zag. Hij keek om zich heen. Achter hem waren niet de struiken en geen scheen van licht op de regenpijp. Er was ook nog een stap 3, dacht hij. Wat was die nou ook alweer? Hij kon het om zich niet herinneren. Hij haalde zijn schouders op. Nou ja, dacht hij. Het komt vast goed. Zo voorzichtig mogelijk zette hij een voetenstapje voor stapje steeds hoger tegen de muur. Hij hield zijn handen om de regenpijp geklemd en het leek zo waar goed te gaan. Na veel geheig en gepuf was hij eindelijk boven. Eens kijken voor wie ik hier een cadeautje door de schoorsteen moet laten vallen, mompelde hij in zichzelf. Hij keek om zich heen. Waar heb ik in die zak nou gelaten? Vroeg hij zichzelf ineens af. Hij tuurde naar boven. Oh nee, fluisterde hij heel hard. Naast de regenpijp stond zijn zak met cadeautjes nog. Dat was stap 3. Verdrietig klom koekenbakker Piet weer naar beneden. Zie je wel dat dit niets voor mij is, mompelde hij. Hij stond naast zijn zak en keek weer omhoog. Grote vlokken sneeuw dwarrelden zachtjes en geruisloos omlaag. Ook dat nog, mopperde hij. Dit lukt me nooit. Er liepen tranen over zijn wangen. Hij zag de hoofdpiet al voor zich. Boos hief de hoofdpiet zijn handen ten hemel en zei dat hij niets aan hem kon overlaten en dat hij beter geen piet meer kon zijn. Hij kon maar beter naar het pietenhuis teruggaan en hopen dat de kinderen morgenochtend niet al te verdrietig zouden zijn als ze geen cadeautje vinden in hun schoen. Hij boog zich weer naar zijn zak om deze op te pakken. Hé, wat zag hij naast die zak? Daar lag een appel. Lag die er al eerder? Vroeg hij zich hardop af. Direct keek hij om zich heen. Zag hij de struiken nou bewegen of was de wind die dat deed? Hij voelde het niet waaien en zag dat alle sneeuwvlokken recht omlaag vielen. En hoe het verder gaat, dat zal Bruns hier vertellen. Het leek wel alsof de appel een gouden gloed om zich heen had. Voorzichtig pakte hij de appel op. Het was een mooie, rode en glimmende appel. Het gloed maakte hem rustig. Hij vergat even waarom hij hier ook alweer stond. Ineens rommelde zijn buik. Hij had zin in de appel te bijten. Kon dat wel? Zou de appel betoverd zijn? Nee, dat kan toch niet? Hij als koekenbakker Piet zou een betoverende appel heus wel herkennen. Sinds Sneeuwwitje had hij niet meer gehoord dat iemand zich in de appel had verslikt. Koekenbakker Piet zette zijn tanden in de appel. Zo'n zoete appel had hij nog nooit geproefd. Hij vergat alles om zich heen en nam nog een hap. Bij de derde hap voelde hij iets heel hards in de appel. Het was te groot voor een pitje. Hij beet het stuk eraf en haalde het uit zijn mond. Hij veegde de appelresten af en zag wat hij in de handen had. Een sleutel. De sleutel glinsterde in zijn hand en had alle kleuren van de regenboog. Wat voor sleutel was dat? Voor welk slot was dat bedoeld? Koekenbakker Piet krabde eens op zijn hoofd. Hij snapte er niets van. Hij stopte de sleutel in zijn broekzak en pakte de zak met cadeautjes op. Hij dacht weer aan zijn mislukte klimpoging en liep verdrietig langs het huis naar de voorkant. Voordat hij richting het Pietenhuis liep, keek hij nog een keer om. Hij moest denken aan de lieve kinderen die daar lagen te slapen en morgenochtend verdrietig naar hun lege schoenen zouden staren. Tranen rolden over zijn wangen. Wacht, wat zag hij nou? Bij de voordeur zag hij dezelfde gloed als bij de sleutel. Zou het? Nee, dat kan toch niet? Toch liep hij voor de zekerheid naar de voordeur. De gloed was er nog steeds. Hij graaide naar de sleutel die nog in zijn broekzak zat en stopte deze voorzichtig in het slot. Geruisloos draaide hij de sleutel om en de deur zwaaide open. Binnen een paar seconden was hij weer buiten en sloot zachtjes de deur achter zich. Hij was zijn verdrietige bui helemaal vergeten en liep naar het volgende huis op zijn lijstje. Ook daar gloeide het slot. Bij elk huis waar hij de cadeautjes moest brengen, kwam koekenbakker Piet met zijn regenboogsleutel binnen. Van alle pieten was hij als eerste terug in het Pietenhuis. Zo, koekenbakker Piet, zei de hoofdpiet toen hij zijn hoofd uit de lege zak had gehaald. Alle cadeautjes zijn eruit. Heb je ze echt allemaal bezorgd? De koekenbakker Piet knikte trots. Nou, daar kunnen we de andere pieten nog een voorbeeld aan nemen. Hoofdpiet boog zich naar de koekenbakker Piet toe en verluisterde. Wat is je geheim? Soms moet je een appel durven bijten, verluisterde koekenbakker Piet terug.
Hij liet de hoofdpiet verbaasd achter en wilde maar één ding. Terug naar zijn fornuis. Maar de sleutel bewaarde hij nog even. Je wist maar nooit. Bedankt voor het luisteren naar het mooie verhaal. En we hopen jullie snel in het stadion te zien.